Marcel Kino! De wielerfans in Roosendaal zullen het dit jaar moeten missen. Het vertrouwde stemgeluid van Kees Maas. De nieuwe organisatie heeft hem na al die jaren niet meer nodig. Ik ben teleurgesteld omdat het in mijn eigen achtertuin gebeurt. En ik deed in Roosendaal altijd niet een schepje erbovenop, maar een kruiwagen erbovenop. Kees heeft onder meer door zijn speaker inzetten de drijvende kuik groot gemaakt. En dat respecteren we ook zeer zeker. Ik denk wel dat we ook nieuwe mensen de kans moeten geven om hier de eerste speaker te worden. Want iedereen moet op die manier beginnen. Het meest kwalijke vind ik dat ik het van andere mensen heb moeten vernemen. De draai van de kaai heeft gekozen voor de nieuwe speakers Johan van der Made en Laurens van de Klundert. Maar Kees Maas moet nog zien of dat allemaal wel goed komt. De renners wisten wat ze aan mij hadden. Dus wanneer ik begon te verdapperen, dan sprongen de renners ook in een hogere versnelling. En omgekeerd, als de renners gingen versnellen, dan demareerde ik mee. Maar Kees is toch de stem van de draai van de kaai? Kees is één van de stemmen van de drijvende kaai, want Laurens en Johan hebben hier al vaker gespeakerd en die zijn ook gewoon de stem. Wat ga je nu doen op 3 augustus? Een kaartavond beleggen met vrienden van mij. Dat speeltje is nu verdwenen.